In september was er een mogelijkheid om bij het Rijk extra geld op te halen als de gemeente te veel uitgeeft voor jeugdzorg en WMO. U heeft dat toen gedaan. Hoeveel geld gaf u toen te veel uit? Wij gaven over de jaren 2007-2018 of 2016-2017 2,6 miljoen euro hebben we een aanvraag voor gedaan. En is die gehonoreerd? Ja, we hebben vanmiddag goed nieuws gehoord dat bijna 1,2 miljoen euro onze kant op gaat voor het sociaal domein, dus voor onze inwoners. En wat gaat u dan met dat geld doen? Is dat alleen maar om de tekorten te stoppen? Nou, we gaan het in ieder geval nu in onze reserve sociaal domein zetten. Ja, om straks ook gewoon de goede zorg te kunnen blijven leveren aan onze inwoners. Dus wij zijn er heel blij mee. Dus geld voor onze inwoners. U straalt altijd uit dat u opkomt voor inwoners in Nijkerk. Ook vooral mensen die dan problemen hebben. Als u die 1,2 miljoen niet had gekregen, had u dat dan nog steeds vol kunnen houden? Nou, dat gaan we natuurlijk wel proberen. We hebben natuurlijk gelukkig wat in de reserve. Maar goed, we hebben ook als coalitie gezegd, en gelukkig de hele gemeenteraad, van we moeten ons blijven inzetten voor het sociaal domein, voor het sociaal gezicht. Dus wij zullen ons daar altijd hard voor blijven maken.